nu 15 juni weer de dag van de bouw. En koe Elsen in waar het woord de binnenkant van het nieuwe MFC Tietzek bezien. Hesco Bouw wie ik maar wat graag bereid om alle vragen te beantwoorden. Nou, wij willen mensen graag laten zien hoe een gebouw er ook uitziet in de bouwfase. En natuurlijk hopen we dat er jeugd is die wij op deze manier kunnen enthousiasmeren om te komen werken in de bouw. Er komen heel veel mensen hier kiekeloeren. Wat vind je ervan? Ja, ik ben heel verrast over het animo wat hier is uit de buurt en hoeveel mensen hierop afkomen. Het is ongelooflijk. Het loopt aan één stuk door met mensen. Dat is fantastisch voor ons. Het is vandaag dag van de bouw. Wat vindt u ervan dat er zoveel mensen in uw nieuwe gebouw komen te kiekeloeren? Nou, ik vind het fantastisch. Het is hartstikke mooi dat mensen zo enthousiast reageren op waar wij nu natuurlijk al een hele poos mee bezig zijn. En waar we, maar steeds, komt dus een keer binnen en je denkt, nou, past het straks allemaal wel? En dat je nu binnenkomt en dat je zegt van, wow, wat groot. En, oh ja, dit wordt dit lokaal. Kinderen willen eigenlijk allemaal al weten van, en wat wordt mijn klas nu straks? Nou, dat weten we nog niet helemaal. Maar we kunnen wel zeggen van, oké, maar zo komt het ongeveer. Kantoren die er zijn, maar de klassen, ja, dat is voor de kinderen sowieso het belangrijkste. En voor de meesters en de juffen natuurlijk ook. Dus dat kunnen we allemaal al een beetje laten zien. Ik vind het een mooi gebouw. Vooral die combinatie dat het nieuwe met het oude vermongen werken. En dat is op deze manier toch weer een hypermodern gebouw. Dus dik tevreden, ja. Als het nieuwe MFC aan zijn kleer is, ben er een protte vrijwilligers nodig. Denken jullie nou, dit is ook wel wat voor mij? Scan dan de QR-code en je krijgt een volle meer informatie.